mensen weer juichen. Selectie Pruppen. Eerste kans wellicht daarvoor Vitesse. Het is klaarleggen en uithalen. En hoe uithalen! Ongelooflijk. Daar laat Heerenveen zich verrassen. Het klaarleggen van Ginkel. Een snoeihard in de hoek. Het is hard en zuiver. Dat Beker Zeepert kende tegen Kozakken Boys en Zwift de afgelopen jaren, maar dat nu voorkomt via deze goede kopgoal van Oros. Manhoef. Gipt er gemakkelijk langs. Voorzet van Manhoef. En daar is het eerste doelpunt. Liet hij zojuist de kans nog liggen. Nu is het wel raak voor Kenneth Taylor en Jong Oranje. 12e minuut is het 0-1. Voorzet van Manhoef. Taylor, kopbal. Bal wordt overigens vlak voor zijn neus van richting veranderd. Dan kan Bradley Avellano niet zo gek voor hem doen. Is natuurlijk snel. Matige controle, maar wel de tijd voor het schot. En de redding van Vos, niet zijn eerste van de avond. En ook in de rebound pakt hij hem klem vast. Uitstekende wedstrijd gekiept. De twee. Manhoef, twee man bij hem. Ligt er bij de tweede paal richting Van Ginkel. Combineren met Manhoef. Gaat hij hem naar binnen schieten? Ja, dat gaat hij zeker doen. En zo gaat het ineens hard. Wordt het 0-5. Siamese tweeling van Brederode Manhoef slaat toe. Het is daar ontzettend druk. Toch wordt de Manhoef gevonden. En die weet het naar binnen te friemelen bij de eerste paal. Nou, is het toch nog 2-0. Manhoef. Taylor. Hier is Manhoef. Ineens er vandoor. Manhoef, Manhoef en de goal voor Vitesse. Volledig uit het niets. Doelpunt, Miljan Manhoef. Van Ginkel en dan loopt Manhoef voet eruit. Doet hij toch weer handig hoor, Manhoef. Nummer 4 van het seizoen. Daarmee wordt hij mede topscorer. Samen met de aangever van deze bal, Van Ginkel. En 3-1. Manhoef. Goes. Manhoef. Prima bal van Goes. De voorzitter Poku die mist. Wat minder. Manhoef. Goed vrijgespeeld. Cornelissen. En dan toch. Manhoef. Versnelling in zijbeen. Manhoef en laag. Hamulic uit de draai. Dat is een knappe. Weggekopt door Van Bremen. Dan zou Jong Oranje het nu toch moeten kunnen uitspelen met Manhoef en Ohio. Op het juiste moment vertrokken Ohio. Geen buitenspel. Nou, maak het dan maar af. En hij maakt het af. Oh, there's a poor clearance from Townsend. Straight to Ryan Meyer, who slips it in behind towards Miljan Manhoef. Flag stays down. One has saved. And it's a big block from Alex Palmer. Wow, wow, wow. Albion screaming for the flag. It never came. Well, Manhoef's through on goal, 1v1. Yet to score for Stoke. And he's still chasing his first Stoke goal. Big save from Alex Palmer. Manhoef. Dat is het begin van iets moois. En dit is het vervolg. Weggebokst door Schendelaar. Het publiek grijpt dit momentje toch maar weer even aan. Het is een knal, een goede ook. Met een 2-1 voorsprong voor Vitesse. Gaan we dus proberen deze wedstrijd uit te spelen. Vrije doortocht
voor Manhoef. Jonathans komt er ook aan. Gaat hij erop wachten of doet hij het zelf? Hij doet het zelf. En zo beslist Manhoef deze Gelderse derby in de vierde minuut van de extra tijd. Wordt het 3-1 voor Vitesse. Vitesse verslaat de NEC net als de afgelopen twee jaar in Nijmegen. Tight this. Played down the line. Albion wanting the offside flag. It doesn't come. Here's Keanu Hoover. Backheel into the penalty area. Manhurst gone past one. Into the edge of the six-yard box. And pokes it beyond Palmer. And the Potters do have one back. Dit is ook geen beste bal van Kersten. Manhoef. Tussendoor. Boutra wordt eerst gezocht. Aan de andere kant, Manhoef met wat ruimte. Van Ginkel nu dus voor die goal. Manhoef laat staan. En had daar misschien ook wel voor de val kunnen gaan. Want het contact leek er toch even te zijn. Het valt altijd de prijs als een speler dat niet doet. Het publiek gaat staan. Manhoef geeft alles. En komt er ook voorbij. Miljan Manhoef, korte hoek en raak. Voor Vitesse. Eindelijk kunnen deze mensen weer juichen. In het eigen Gelderdoom. Tegen AZ niet. Tegen RKC niet. Tegen Excelsior niet. Een negatief thuisclubrecord leek eraan te komen. Want nog nooit scoorde Vitesse vier thuisduels op rij. Geen doelpunt. Drie keer dat al wel. Manhoef, gaat hij weer. Manhoef met de versnelling. Manhoef, ja, die zit erin, denk ik. Ja, die is toch over de lijn. Maar geen VAR, geen doellijntechnologie. Ja, die zit erin. Red Vitesse, red Cocu in een wedstrijd waarin een punt alsnog als verlies zal aanvoelen. Want er zijn veel kansen gecreëerd.